In de video structuur 2 gaan we het steringsgetal in de VSEPR-methode even aanhalen. In deze video zal je merken dat je heel dikwijls wordt doorverwezen naar de video's die in de cursus zelf staan. Je kan die video's openen door de Blanco cursus te openen, oftewel door de planning over structuur van moleculen op te doen. Daar staan de links van deze video's ook in. Als ik verwijs om een video te openen binnen de cursus zelf, liep dit dan eerst te doen en pas daarna deze video verder te kijken. Oké, het sterisch getal. In de volgende video wordt uitgelegd wat het sterisch getal is en wordt ook uitgelegd wat hier met deze kader wordt bedoeld. De bedoeling is dat je daar eerst even naar kijkt, aan de uitleg bekijkt en dan daarna gaan we verder. Dus nu bekijken we eerst deze video en daarna gaan we verder met de video die je nu aan het bekijken bent. Oké, als je de video hebt bekeken, dan zal je snappen wat een sterisch getal is. Dus een sterisch getal is kort gezegd eigenlijk het aantal bindingen dat een stof maakt. En een binding is eigenlijk, oftewel zijn dat 4 enkelvoudige bindingen, oftewel is dat 2 enkelvoudige bindingen en een dubbele binding. Dus een dubbele binding wordt gezien als zijnde 1 binding, oftewel is dat een enkelvoudige binding en een drievoudige binding, oftewel 2 dubbele bindingen naast elkaar. Dus dit is bijvoorbeeld 4 enkelvoudige bindingen, zoals CH4. Dit is een dubbele binding en 2 enkelvoudige bindingen, zoals bijvoorbeeld ethene, C2H4. Of dit is een drievoudige binding en een enkelvoudige binding naast elkaar, zoals bijvoorbeeld bij de alkynen. Oftewel zijn dat 2 alkenen naast elkaar, is ook een sterisch getal 2, want dat zijn 2 dubbele bindingen die naast elkaar liggen. Dus bijvoorbeeld bij koolstoffen kunnen we dat gaan bekijken, of bij andere stoffen. Bijvoorbeeld hier zien we dan, als we een sterisch getal van 4 hebben, zijn we een tetraedaal, dus een tetraeder, een trigonale structuur en een lineaire structuur. Ook dit hebben we al gezien in het vierde jaar. Tetraeder heeft hoeken van 109 graden, trigonaal heeft hoeken van 120 graden en lineair heeft hoeken van 180 graden. Maar nu merken we dat de trigonale structuur en de tetraederstructuur nog verder worden opgesplitst. Dit is een gewone tetraeder, dus er zijn 4 gebonden atomen, bijvoorbeeld CH4. Men heeft 4 bindingen, maar er zijn maar 3 gebonden atomen. En dat is omdat een elektronenpaar wordt ook beschouwd als zijnde een atoombinding. Dus hier, het sferisch getal 4, kan dus zijn met tetraeder dat we 3 bindingen hebben en dat we 1 elektronenpaar hebben. Als we een elektronenpaar hebben, noemen we dat een piramide, bijvoorbeeld ammoniak, NH3 is zo. Dan kunnen we ook hebben dat we 2 gebonden atomen hebben en 2 elektronenparen. En dan gaan we spreken van een geknikte structuur, zoals bijvoorbeeld bij H2O. Dan kunnen we hebben dat we dus een dubbele binding hebben en 2 enkelvoudige bindingen is trigonaal, zoals in SO3. En dan hebben we nog een geknikte trigonale structuur. Is eigenlijk dat we dus een dubbele binding hebben, een enkelvoudige binding en een elektronenpaar, zoals bij SO2. En dit is dan... Ja, bij lineair is er maar 1 structuur. Dat is dus eigenlijk als we 2 dubbele bindingen naast elkaar hebben, of een drievoudige binding en een enkelvoudige binding naast elkaar. Dus dit is allemaal 4 bindingen. Dit zijn gewoon echt 4 atoombindingen. 3 atoombindingen en een paar. 2 atoombindingen en een paar. Dit is een dubbele en 2 atoombindingen. Dit is een dubbele, een atoombinding en een paar. En dit zijn 2 dubbele of een drievoudige en een enkele atoombinding naast elkaar. Ammoniak, NH3, noemt een trigonaal piramide. Dit hier, een trigonaal piramide, dat is ja, een piramide. De naamgeving in dit schema was iets anders dan in de uitleg daarboven. Oké, de volgende oefening is een oefening waarbij je het sterisch getal moet bepalen in de bepaalde structuurformules. Dus we moeten het sterisch getal bepalen en de naam eventueel die erbij komt. Dat is deze oefening. Dus even die oefening bekijken, de oplossingen bekijken, kijken of je er juist hebt, eventueel of je er fout hebt. Als er op deze oefening nog vragen zijn achteraf, dan kan je die nog altijd stellen in de klas, in de weken na de vakantie. Goed, de volgende is ook een oefening. Ook de bedoeling is dat je deze link opent en die oefening probeert te maken. Normaal gezien met de uitleg die we daarboven gedaan hebben, zou je dat moeten kunnen. Nu, bij deze geven ze gewoon de formule. En de Lewis-structuur moet je natuurlijk best eerst tekenen. En als je de Lewis-structuur hebt getekend, kan je aan de hand van de Lewis-structuur zien welke structuur we hebben, ja, dus dat we met 3, 4, met sterisch getal 4, 3 of 2 zitten. En dan kan je dat invullen in de oefening. Hieronder is plek opgelaten om eventueel Lewis-structuren te tekenen die je nodig hebt om deze oefening te maken. Bij deze oefening even maken en dan verder gaan in de cursus. Dus even pauzeren nu, de video pauzeren, even de oefening maken en dan verder gaan.
Dan is de volgende oefening het juiste. Dat is eigenlijk een connecterende oefening. Dus de bedoeling is, er worden bepaalde moleculen gegeven en je moet de juiste ruimtelijke schikking kunnen aanduiden. Ook hier even de video pauzeren. Oefening maken. Voor verdere vragen kan je bij mij in de klas terecht. Dan gaan we naar de VSEPR-methode. De VSEPR-methode is eigenlijk een verbetering op de Lewis-structuur. De Lewis-structuur is eigenlijk een vlakke structuur, waar we alles in twee dimensies tekenen. De VSEPR-methode is een methode om aan die structuur ook een driedimensionaal beeld te geven. Dat wil zeggen dat we bepaalde, bijvoorbeeld bij een tetraeder moleculen, als we een tetraeder moleculen kunnen voorstellen, dan weten we dat er vier bollen aan, bijvoorbeeld methaan, dat heb je vorig jaar al gezien. En bij methaan kunnen we er twee tekenen in hetzelfde vak. Dus we kunnen zeggen, één bol gaat naar boven, één waterstof gaat naar boven, eentje gaat zo schuins naar beneden, maar die andere twee, dan ligt er eentje zo'n beetje uit het vlak naar voren en eentje uit het vlak naar binnen. Dus we tekenen dat als een kruis, maar dat ziet er zo niet uit. Dat zijn die hoeken van 109 graden die we hebben. Dus we kunnen dat ook een beetje driedimensionaal gaan tekenen. In de volgende video wordt eigenlijk uitgelegd wat de VSEPR-methode is en hoe je die best kan tekenen. Dus ook nu weer even deze video pauzeren, even naar de planning gaan, deze video openen en deze video bekijken. Goed, na het bekijken van die video kunnen we dan de VSEPR-methode eens gaan toepassen op een paar moleculen. Voilà, dit is azijnzuur, dat is de brute formule. De brute formule kunnen we omzetten naar de structuurformule. Dat is dit, ja, dat kunnen we normaal gezien al, dat hebben we al gedaan. Dus we zien die hoeken hier van 120 graden. Maar we zien hier de hoeken van 109 graden, die manifesteren zich niet. Dat zijn eigenlijk hoeken van 90 graden. Nu, hier in de VSEPR-methode hebben we dus eigenlijk de tetraederstructuur. Dus dit is eigenlijk een waterstof naar boven. Dan op 109 graden ligt die koolstof, dat is niet perfect 109 graden, dat is veel te weinig, maar de ene koolstof gaat dan op 109 graden daar, en dan een van die twee koolstoffen ligt eigenlijk in het vlak, dus ligt in het scherm, en die andere koolstof, waterstof, sorry, die komt uit het scherm. Dan hebben we dit, dit is een trigonale vlakke structuur, dus hier moeten we geen drie dimensies aangeven. Dan hebben we dit, ja, dubbele binding naar daar. Dan, dit is ook weer een tetraederstructuur, maar een tetraederstructuur bevat twee elektronenparen. Elektronenparen gaan we niet tekenen in de VSEPR-methode. Dus kunnen we deze gewoon tekenen, tak, tak. En deze moet dan een hoek van 109 graden zijn. Die had iets kleiner moeten zijn. En die twee elektronenparen, die liggen hier. En die liggen er ook eentje in het vlak en eentje uit het vlak. Maar omdat we ze niet tekenen, moet ik daar nu ook geen moeite voor doen. Het zijn vooral die waterstoffen die we driedimensionaal moeten tekenen. Voilà, hier, dit is een sterisch getal 4, dus dat is een tetraederstructuur, dus die moet ik ook weer driedimensionaal gaan tekenen. Dit is een trigonale vlakke structuur, dus daar moet ik niet te veel moeite aan doen. Dat zijn gewoon hoeken van 120 graden. En dan hier, Na2, heeft hier weer dit. Heeft twee H's en een elektronenpaar, dus heeft ook weer sferisch getal 4. Ja, die heeft dus een binding, twee bindingen met de H en een elektronenpaar, dan niet wordt getekend. Dus let op, die structuur hier, als ik sterische getallen vraag, die paren, elektronenpaar, staan daar niet bij. Ja, dat hoeft niet. Maar je moet ze er wel bij denken. Dus hier dan de stikstof, waterstof naar binnen, waterstof naar buiten getekend. Dan hier, dit is een trigonale structuur, is gewoon vlak, ja, moet ik geen moeite doen. Hier, dat is een tetraederstructuur, dat is sterisch getal 4, maar omdat die twee vlakken hier, eigenlijk al die twee vlakken moeten zo liggen, onder een hoek zo, dat is niet helemaal exact getekend van mezelf, dan eigenlijk eentje naar boven moeten gaan en hier de O tekenen en eentje hier naar beneden. En dan hierboven liggen de twee paren, eentje in het vlak, eentje uit het vlak, maar dat moeten we niet tekenen, want ja, er kunnen paren, moeten we niet driedimensionaal tekenen. Dit wel, dat heeft sterisch getal 3, dus we gaan 1 C zo tekenen, 1 op 120 graden zo, eentje in het bord en eentje uit het bord. Dat is de VSEPR-methode, dus hier ook H2S. Dat kunnen we nu tekenen, oftewel, eigenlijk als ik het zo zou tekenen en ik zou die twee weglaten, is het ook al goed, ja, want dan ga ik die twee driedimensionaal tekenen. Maar meestal tekenen ze bij H2S en bij H2O tekenen ze dat toch zo driedimensionaal. Dus één haken erin, één haken eruit en dan de twee paren. Die twee paren mag ik echter weglaten. Die hoef ik in de VSEPR-methode niet te tekenen. Dus enkel eentje naar daar en eentje naar daar is eigenlijk genoeg. Dus VSEPR-methode is helemaal niet zo moeilijk. Is eigenlijk een manier om driedimensionaal dingen voor te stellen. Dat zelf tekenen gaan we heel weinig doen. Ik zie dit vooral in de cursussen, omdat als we organische chemie gaan zien in het zesde jaar, gaan we merken dat heel veel organische moleculen die we online gaan zoeken, dat die volgens de VSEPR-methode zijn getekend. Dus dat die driedimensionale structuur daarin voorkomt. Onder andere, als we een nieuwe vorm van isomerie gaan bekijken, is dat wel vrij belangrijk dat je die tekeningen begrijpt wat die willen. Het is vooral dat je snapt wat dat is een VSEPR-methode. Ja.
Dus dat het eigenlijk een driedimensionale voorstelling is van hoe metstal organische moleculen eruit zien. Dat stel even teken, ik zal dat wel eens één keer laten doen op een examen, maar daar ga ik niet zo heel veel vragen. Het is vooral belangrijk dat je dat kan herkennen en dat je weet wat dat precies is. Dan de oefeningen op de sterische getallen. Dus dit eigenlijk, een oefening op het toepassen van dit, is wel een traditioneel examen. Vraag en examenvoorbeeld. Dus hier zeggen dat ze tetrahedraal zijn, trigonaal zijn, lineair zijn. En dus dit is eigenlijk die drie oefeningen, deze oefening. En deze twee oefeningen, dat zijn wel potentiële HO en examenvragen. Dus oefeningen zeker maken en bekijken naar het bekijken van de instructievideo. Oké, veel succes en tot de volgende video.